Nou, Jan-Dirk, hij is er. Een van de meest historische figuren uit de Nederlandse sportgeschiedenis, Henk Algenet. Ja, waarom? Ik wil eigenlijk hetzelfde zeggen. Hij maakt heel nadrukkelijk deel uit van de Nederlandse sportgeschiedenis en is verbonden aan een mooi bedrijf uit onze regio. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, Eurotrade, VLS, Citybril, Citylens en Jax.nl. Dit is de Ruhr Lunchbreak. Welkom Henk. Dankjewel. Je zit met je rug naar dat Feyenoordstadion toe. Dus een halve minuut voor de uitzending vraag ik je, ben je nou eigenlijk Feyenoord supporter? Want ik zag nog een foto vandaan voorbij komen met jou in een Feyenoord shirt. En toen zei je, ja, dat is een verhaal, dat ga ik je straks vertellen. Ja, nou, dat wil ik je wel vertellen. Nou, het was zo, anderhalf jaar geleden was zeg maar de record aan het aantal dagen dat ik... Nam je over van Reinier Paping? Ja, van Reinier Paping, klopt. En toen had Jan-Willem van Ormer, die is sponsor bij Feyenoord, en die had de shirt laten maken. Met de dagen erop. En Jan de Jong was toen natuurlijk nog directeur. En die heeft mij ooit, 4 januari 97 s'nachts van de Bonkervaart naar huis gereden. En, dus die kende ik persoonlijk. Toen was, het was die directeur van de NOS? Nee, het was zelfs nog stagiair bij de NOS, min of meer. Ja, dat is echt helemaal het begin van dat zijn... Dat ken ik weer, dat verhaal, vertel ik je zo. Ja, helemaal het begin van zijn, van zijn carrière. En ik sliep op Witwiet eigenlijk midden tussen... Op Witwiet sliepen eigenlijk maar twee schaatsers. Dat waren Peter Baars, mijn ploeggenoot, en ik. En de rest was allemaal media. Dus wij sliepen echt midden op het centrum van alle, waar alle media zich verbleef, zeg maar. En nou goed, dus ik kreeg dat shirt die dag, zeg maar. En toen was er een journalist bij ons uit de regio die zegt van... Ja, zit ik wel een keer voor jou met praten met al jouw sporticonen wat je over gewonnen hebt. Dat dus ik had een aantal dingen meegenomen. Maar ja, dan moet ik de Feyenoord shirt meenemen. Ja, en die kreeg maar ik zo gek om de dingen aan te trekken. Daar heb ik eigenlijk best wel een beetje spijt van. Nou, ik zeg maar alleen van de achterkant en dit en dat. Maar ja, goed, je weet hoe dat gaat. Dus, spijt van klinkt wel heel zo. Nou ja, goed. Kijk, ik ben kijk, ik zit te kijken naar de goede kant van Rotterdam. Ik ben supporter van Excelsior. Dat is mooi, dat staat je goed. Ja, natuurlijk. En dat is gewoon zo. Ik ben, wat dat betreft, dat is wel een club naar mijn hart, zeg maar. Ja. Naar ons hart ook, hè. Ja. Wat is nou dat andere verhaal? Nou ja, Kees Jansma was chef sport bij de NOS, bij Studiosport, de baas van dat toch iconische programma. En die kreeg elke dag brieven van mensen die stage wilden lopen, tot op een dag zijn telefoon ging. En dat de receptionist zei, Jantje de Jong staat aan de deur, die wil graag even met u praten. Toen heeft Kees hem 3 keer afgewimpeld. Toen is Jan de Jong, later de grote directeur van de NOS, toch boven gekomen. En toen zei Kees, nou, je mag komen, maar je verdient niks en je moet heel hard werken. Toen heeft hij ja gezegd, Jan de Jong. Zo is hij echt, door gewoon brutaal te zijn, daar binnengekomen en later... De hoogste baas geworden, heeft Jans mij wel eens verteld. En altijd contact gehouden of kwam dat weer toevallig? Nee, meestal als we elkaar tegenkwamen bij gelegenheden, goed, dan heb je het natuurlijk wel eens over en dan spreek je elkaar. En ik had hem al eens een keer eerder bij Feyenoord gesproken. Ik heb wel een Jan-Willem nodig me wel eens uit. En Rob van der Valk van de Auto Ridderkerk nodig me wel eens uit. Dus je komt wel eens enkele keer bij Feyenoord en dan kom je wel eens in het bestuurskamer. Ja, moet je toch gaan, hè? Ja, dat wordt. Ik ben wel, kijk, ik ben natuurlijk wel Excelsior fan, maar ik heb wel iets met sport in het algemeen. En ik ga ook naar Ajax en ik ga ook naar Twente. En Henk de Jong van Cambuur is een goede vriend van me. Leuke man is dat. Dat is super, super aardige kerel. Maar ik bedoel, hij doet altijd wel eens eieren zoeken bij mij in de polder, zeg maar. Ik ben een natuurfreak, zeg maar. En dus ja, weet je, ik kom best wel heel veel voetbalclubs, maar ook bij andere sport. Ik vind het gewoon mooi. Maar ik kijk puur naar hoe de sport beleefd wordt, zeg maar. Hoe is dat bij Excelsior ontstaan dan? Eigenlijk via Jan, of Albert de Jong, die was toen, die kende ik vanuit een fietsclub en die werd toen voorzitter daar. En dan zegt hij, je moet eens een keer komen, mijn kinderen waren allebei gek van voetbal. En ik had eigenlijk niet zo heel veel met voetbal. En dus zodoende gingen we wel eens naar de voetbal en zodoende zijn we... Hebben we nooit meer wat van gehoord eigenlijk van Albert de Jong, hè? Nee, ja, die is toen hard gekomen, ook weer een beetje een nare manier vertrokken na gedoe met Ferry Daan en Wouter Gudden. Maar wel iemand die de club gered heeft financieel. Ja. Echt heel belangrijk. Ja. Nou is het al heel wat, Henk, als je... De Elfstedentocht wint in Nederland, maar je bent na alle waarschijnlijkheid, mogen we nu toch rustig zeggen, ook gewoon de laatste winnaar uit. Nou, ik ben niet zo negatief. Nee? Nee. Ik ga ervan uit dat we de komende 5 jaar een keer rijden. Echt waar? Echt waar. Maar is dat ergens op gebaseerd of een soort kijk naar de historie. Alle Elfstedentochten zitten zeg maar een tijdbestek van 10, 12, 13 jaar tussen. We hebben 97, 85, 86, 87 had je een blok natuurreis. Na 97 hebben we natuurlijk 13 jaar bijna niks gehad. Tussen 2009 en 2013 hebben we 5 keer NK natuurreis gereden. Nou, het is nu inmiddels alweer een jaar of 7, 8, zeg maar, dan staan we droog. Ook qua winters. Nou, er komt straks gewoon weer een klussertje winter bij elkaar. En
Als je de afgelopen vijf voorjaars ziet, elke keer is het in maart dat de wind naar het noordoosten gaat of naar het oosten gaat. Hey, maar Henk, praat je nou als teamleider van Team Ormer ICT? Of is het niet veel leuker om gewoon voor altijd de grote winnaar te blijven? Er zijn natuurlijk iets van, 10.000 toerrijders die de Elfstedentocht tot de 97 uitgereden hebben. En ik kom regelmatig dat ze mensen wel eens tegen en dan vragen ze tegen. En dan zeggen ze tegen me, ja Einke, ik heb hem ook gereden, dit en dat. En, maar ik deed er wel iets langer over als jou. En weet je wat dan mijn antwoord altijd is? Ik zeg, heb je er ook veel langer van kunnen genieten als ik. Ja. En ik wil gewoon heel graag een keer echt die dag beleven genieten, zeg maar. Ja. Dat lijkt me zo. Het wordt voor jou dan een ereronde van 200 kilometer? Waarschijnlijk wel. Ja. Waarschijnlijk wel. Ja, dat is ook mooi. Dat is natuurlijk, door als ik die verhalen hoor van die toerrijders, die zijn zoveel mooier als de mijne. Natuurlijk, de overwinning, die draag je nu al bijna 24 jaar bij je. Dat is natuurlijk fantastisch en daarna kun je enorm van genieten. Maar zo'n dag is natuurlijk echt iets unieks. Dat is waar. Unieke gelegenheid dat Henk hier zit. Het is een show, niet alleen om naar te kijken, maar je kan het ook zelf meedoen. Sterker nog, Jan Dirk geeft weer wat weg, hè? Ja, nee, ik niet. Onze vriend Peter van der Wielen van Sanidump. Dit prachtige relatiegeschenk, dit mooie horloge, kun je winnen. Als je even mailt naar info@reur.nl, dan gaan we de winnaar bekendmaken in de show van donderdag. Maar ook als je vragen wilt stellen aan Henk, ben je van harte welkom. Als je op Facebook zit te kijken, kan je onder de uitzending die vragen kwijt. En dan behandelen wij ze in de uitzending. Edwin bijvoorbeeld, die zegt, heb je geluk gehad dat je precies in 1997 die Elfsteden toch mocht rijden? Ik neem aan dat dat de vraag is. Kijk, je hebt natuurlijk als marathonrijder heb je een carrière van zeg maar 10, 15 jaar. En in die 10, 15 jaar ben je 5 jaar zeg maar echt op je top. En dan moet je rekenen, dus ergens tussen je 25ste, 30ste, van anderen is het 27, 32, maar allemaal. Je hebt je 5 topjaren. Ja, en ik heb natuurlijk mijn topjaren beleefd. Mijn topjaar begon eigenlijk in 95, 96. Toen hadden we een hele lange natuurreiswinter. Waarin we natuurlijk op 6 december won ik de eerste in toen nog Nieuw Amsterdam Veenoord. Dat was echt een klassieke, zeg maar, de Milaanse Remen van het marathonschaatsen. Nou, inmiddels is het vaak wel Haaksberg of Noord-Laren. En de laatste reek op 22 februari in Uitgeest, dat was de Gouden Schaats. En weet je wat, dan heb je 4 maanden natuurreis. En ik heb toen echt alle wedstrijden gereden die er te rijden waren. En dat is wel mede ook wel een beetje de basis geweest waarom ik in 97 eigenlijk zo gemakkelijk in 200 kilometer kon rijden. Nou ja, dat is ook een bizar verhaal. Jij reed 2 dagen voor die Elfsteden toch nog ergens 100 kilometer. Ja, in Maasland. Die vlakbij, ja. Ja. Dat is ongelooflijk. Ja. En was dat nou inderdaad zo dat op de terugweg dat je toen hoorde? Tijdens de koers. Huh? Wij wisten dat er een vergadering was in de loop van de ochtend, die 2 januari. En wij reden hier inderdaad in Maasland. En op een gegeven moment, ik denk dat het iets van 40, 45 kilometer was. Toen riep de speaker om bij de streep van aanstaande zaterdag rondom 5:30 vertrek in Leeuwarden. En je ziet het hele peloton gaat overeind. En zeg maar 60% gaat weer zitten en schaast door. En 40% die gaat eigenlijk meteen Lydia Recta van het ijs af. Ja, dat wou ik je vragen. Ja. Daar heb je niet voor gekozen. Nee, absoluut niet. Nee, ik ken mijn lichaam vrij goed. En het jaar ervoor had ik gewoon geleerd dat ik moet gewoon alle wedstrijden rijden. Het jaar ervoor heb ik 1 wedstrijd overgeslagen. Dan had ik geloof ik al 3 klassiekers gereden. En toen hadden we nog een wedstrijd in Groningen. Een baanwedstrijd, niet zo'n heel spektakel. Maar ik blijf wel een dagje thuis. En de andere dag had ik gewoon zulke slechte benen. Ik denk, dat ga ik niet doen. Ik ga niet de wedstrijd overslaan. En ik werd daar, toen baalde ik ervan, werd ik 2e achter Ruud Borst. Achteraf natuurlijk ontzettend geluk geweest. Want hij heeft al wel een uur of anderhalf uur natuurlijk helemaal bezweet op het ijs gestaan. Nou ja, je weet hoe dat gaat, alle televisie, radio, noem het allemaal op. En die was natuurlijk ziek zaterdagochtend. Ja. En ik kon natuurlijk direct douchen, omkleden en de auto naar huis. Ik was overigens met iemand meegereden. En onderweg alvast dingetjes geregeld voor naar Friesland te gaan. En thuisgekomen, spullen gepakt en richting Friesland. Ging jij die Elfstedentocht beginnen met het idee, ik ga hem winnen? Of? Nou, ik wist dat ik goed in orde was. Want anders word je natuurlijk geen tweede in de klassieker in Maasland. En ik heb eigenlijk de dag voor, we zijn die vraag ook op mij gesteld. Ik was absoluut natuurlijk geen favoriet. Althans, ik behoorde niet bij de meesten niet tot de favorieten. En ik zei van, normaal gesproken moet ik gewoon top 10 kunnen rijden. Heb ik een goede dag top 3 en klopt alles, dan kan ik hem winnen. En ja, die dag klopte gewoon alles. Ik wil even kijken, hoe vaak heb jij nou terug die finish teruggezien?
Ja, heel vaak. En ik weet wel, toen ik hem daar zelf reed, want ik kan hem niet meer zeg maar, echt voor de geest zetten. Ja, ook gewoon... qua gevoel niet meer? Nee. Maar ik had daar natuurlijk absoluut geen zenuwen, want ik was 100% zeker van mezelf, zeg maar. Alleen ik weet wel dat ik de eerste keer dat ik hem terugzag, dat was op heel groot scherm, toen nog in de Lamborghini. Ja, toen liepen de rillingen over mijn lijf. Toen had ik ook zoiets van, ja, het is toch wel verdomd spannend. Ja. Laten we even gaan kijken. Ja. Algenet, Erik Hulsebos. Ja, daar zijn ze te zien. Laatste rechte stuk. Daar zijn ze op de bom. En wie gaat Verduin nu komt nog een keer. Verduin komt nog een keer. Het wordt een lange sprint. Het wordt een hele lange sprint. Oh, wat een mooie finale. Weg Verduin. Verduin aan de leiding. Nou, Algenet daarachter. Verduin, het is nog een end hoor. Verduin heeft alles bewaard voor het laatst. Kleine geeft het oprecht. Kleine is weg. Van Bentum stopt. En daar komt Hulsebos. Rechts in beeld in het midden Algenet. Het woord Algenet. Algenet of Hulsebos? Hulsebos. Het gaat om centimeters. Hulsebos of Algenet. Het wordt Algenet. Henk Algenet. Bovenaan de Rijn. Henk Algenet is de opvolger van Evert van Bentum. Deze chaos hoort er even bij. Geen eindig, hè? Nee, maar... Jongen, de Elfstedentocht winnen. Ja, dat is de ene mooiste dag van mijn leven. Ik heb je. Ik heb je. Als ik dit nu weer zie, denk ik, waar was jij nou zo zeker over? Nou ja, dat zo lijkt het. Maar ik heb die beelden natuurlijk ook wel eens geanalyseerd. En je ziet het moment dat dus Hulsebos zeg maar aanzet en zeg maar naast mij komt. Dan zie je mij eigenlijk nog gewoon een keer. Oké, hij komt. Ik versnel nog een keer. Dus ik reed daar gewoon zo gemakkelijk. Ik zat gewoon te wachten tot hij kwam, zeg maar. Want ik wist dat mijn grote concurrent was. Raakte je nou bijna nog een keer, Henk? Ja, ik zie je inhoud met je linkerbeen een keer. Een slag missen. Hij kwam een keer naar me toe. En zijn wereld stortte natuurlijk in. En hij probeerde natuurlijk een soort van... Het houdt hij natuurlijk wel in. Ja, dat was maar. Het was natuurlijk voor mij een ideale sprint. Bert Verduin die wegrijdt en ik zat natuurlijk op kop. Nou ja, dus eigenlijk is dat de slechtste positie die je in de sprint kunt hebben. Maar goed, die hadden ze me opgedrongen. Maar aan de andere kant heb ik in het verleden heel veel wedstrijden op die manier gewonnen. Door gewoon elke keer maar te versnellen en wachten tot iemand kwam. En dan schakelde ik gewoon een tandje bij. En Bert was natuurlijk voor mij een prachtig richtpunt. Ja, die pakt 10 meter. Nou ja, dan ga ik op rijden. Nou, je taxeert waar de finish is en je gaat rijden en je wacht gewoon af wat er gebeurt. Ja. Het is bijna, zoals je beschrijft, vind ik mooi om te horen, spelen met je tegenstander. Want je geeft schoen, ik kan terugkomen en dan ga jij nog een keer nog een keer gas geven. Ja. Nou ja, het klinkt een beetje arrogant, maar dat zo is het wel. En, ja, ik heb zeg maar 5-6 van zulke dagen gehad in mijn carrière. Ja. Ik heb ook ik heb de Wijzenzee gewonnen, de 200 kilometer en ik heb ook in Nederland... Ook wedstrijden gewonnen, dan zat ik in de kopgroep met 4 man van Klerks, bij wijze van spreken. En dan was ik in mijn uppie. Mm-hmm. Ja, en dan zei Lambert Huytema na de wedstrijd ook van... Ja, Henk, joh, jij reed zo sterk dat we konden doen en laten wat we wilden. Maar winnen konden wij toch niet. En dan zit de kwaliteit dus niet alleen in je benen en in die schaatsen... maar ook in je hoofd, dat je rustig kan blijven helemaal tot op het eind. Terwijl mijn hart nu al sneller gaat kloppen als ik 23 jaar later zit te kijken. Ja, maar dat is natuurlijk... Wij rijden natuurlijk zo vaak met dezelfde tegenstanders en je voelt ook wel hoe de concurrentie is en je voelt ook aan jezelf hoe je bent. En als je dat vertrouwen gewoon hebt, dan komt het fluitje van de cent. Dan klinkt het als een fluitje van de cent, ja. Nou, zegt Henk, de wereld van Erik Hulsebos, die tweede, werd die stortte in. Dat was natuurlijk iemand die de 50 jaar daarna zijn wereldberoemdheid had geëxploiteerd. Terwijl jij er zo helemaal niet in zat, volgens mij. Nee, ja, ik schaats en dat doe ik nog steeds voor mijn plezier. Ik schaats nog steeds in de winter elke week. En dat doe ik echt omdat ik het een fantastische mooie sport en een fantastische mooie beweging vind. En ik ben natuurlijk op latere leeftijd pas echt aan wedstrijd schaatsen gaan doen. Ja, en ik vond het gewoon fantastisch mooi om zeg maar het peloton en iedereen gewoon pijn te doen en dan te winnen. En ik was helemaal niet bezig met geld verdienen of een bekende Nederlander te worden of whatever. En dat is me overkomen. Is die confrontatie met Erik in de goede zin van het woord hè, nog geweest? Op een gegeven moment moet hij jou feliciteren of jij hem troosten? Of je spreekt elkaar later nog een keer? Wat zeg je dan? Op dat moment is het natuurlijk wel even... Is het voor hem was het natuurlijk ontzettend zuur. Want voor hem was het natuurlijk een beetje van... Ja, jongens, hij hoeft alleen maar te komen en dan win ik hem. Maar hij was natuurlijk in 96 al de gedoodverde favoriet. Dus wat ik al zei, zijn wereld stortte natuurlijk in.
Maar naderhand hebben we verschillende keren. Kijk, ik spreek hem, ik heb hem zeggen, al heel lang niet gesproken. Maar als ik hem tegenkom, dan kunnen we soms heel gezellig. Maar die eerste keer, wat zeg je dan? Ja, goed, dat was dat podium. En in het vak. En dan zie je elkaar pas weer in de koers. En dan is het gewoon. Business as usual, ja. Zeg maar. Jan Borgheus, die komt uit Buriam, dat ligt in Thailand. Die vraagt hoe is het met spruitjes? Nou ja, ze zijn er weer. De winterkoninkjes. Ja, nou ja, de winterkoninkjes beginnen tegenwoordig alweer eind augustus. En tegelijk met de pepernoten. Ja, feitelijk wel. Ja. Vroeger was het ook altijd zo, hè, er moest eerst winter overheen en dat altijd. Maar goed, inmiddels door alle genetica die er zeg maar, in de spruit gestopt is de spruit in augustus al gewoon ontzettend lekker. En vroeger was het natuurlijk bitter, maar dat kwam door het zetmeel. En dan als het de winter eroverheen was, dan werd de zetmeel omgezet in suiker. En dan werd hij wat zoeter en dan werd hij wat lekkerder. En tegenwoordig zit er al weinig zetmeel meer in de spruit. En is het gewoon een lekker, echt een van de gezondste producten. Als je artikelen van die tijd opzoekt, ja, dan zaten overal de bekendste spruitjes stelen van de wereld. Kom je ooit van de stempel af, Henk, of niet? Of is het erg überhaupt een stempel te hebben? Nee, goed, ik ben er trots op. Ik bedoel, er waren toen 500 spruitentelers in Nederland. Inmiddels zijn er geloof ik nog 40 of 45 over. Dus zo weinig zijn er inmiddels al. Maar ik kom wel echt wel eens mensen tegen en dan staan ze je aan te kijken. Weet je wel, een gezicht. En dan zeggen, en het eerste als ze dan zeggen, ja, oh, die spruiten stelen, weet je wel. Ja. En dan daarna komt de naam pas bij wijze van spreken. Maar goed, dat is niet zo erg. Dat is wel. Vera, die stelt ook een spannende vraag. Je zegt net in het filmpje, dit is de op één na mooiste dag van mijn leven. Maar wat was dan de mooiste? Mijn trouwdag. Dus ik was toen inmiddels, het was toen al 3 jaar getrouwd, nu inmiddels al 26 jaar. Nog steeds met dezelfde vrouw en zeer gelukkig. Ja. Manon vraagt, wanneer ben je begonnen met schaatsen? Ja, al jong. Een jaar of 6, 7. Want toen hadden we nog iets vaker winter als tegenwoordig. Dus bij ons is een boerderij ook gegroeid. Dus op de stoepsloot, zoals we dat noemden. En nog houden wat grotere water op. En veel landijsbanen bij ons in de buurt. En ja, toen heb je jeugdschaatsen gegaan vanuit de Woubrugse IJsclub. Er zat iemand die er heel fanatiek in was. En die eigenlijk als een missie had alle kinderen uit de Woubrugge leren schaatsen. Ja, en zo ook mij leren schaatsen. Dat is belangrijk, hè? Dat we in zo'n dorp zijn. Ja, ja, ja. Met zo'n liefde voor die sport. Ja, dat is prachtig. Klopt. Dat is echt heel mooi. Ja, dat is mooi. Nu ben je actief voor Ormen. Ja. Ook. Wat doe je precies? Ik ben ploegleider. Niet echt meer eigenlijk. Trainer, coach en ja, technisch directeur klinkt een beetje duur. Maar nou ja, ik ben natuurlijk de verbindende factor tussen een hele groep sponsoren, waaronder een aantal Rotterdamse sponsoren. Ik ga echt de volgende keer dat ik die Frank Arnees tegenkom, ga ik zeggen, jij bent de Henk Arnent van Feyenoord. Ja. Gaan we het even omdraaien vanaf nu. Nee, en daarnaast... Want ik zie ook No Such staan. Ja, natuurlijk goed marketing en reclame uit deze regio. Allemaal Feyenoord fans, zeg maar. Dus ben ik een beetje ingegroeid. Ik ben toen gestopt in 2009 vanwege knieën, liesblessure en van de een op de andere dag. Toen had ik nog een doorlopend contract bij toen de tijd TNT Express. Toen ben ik eigenlijk direct trainer ploegleider geworden met topteam, zeg maar. Dat heb ik uiteindelijk 5 jaar gedaan. Maar ja, ik had daar niet het plezier in, zeg maar. En toen ben ik eigenlijk gestopt, zeg maar. Alleen toen bleef Kai Reus, de wielrenner, die schaatste bij mij. Die begeleid ik een beetje. En een jongen die had de wijze zijn geworden. Die vielen eigenlijk... Ja, in het niets. En die zeiden van ja, we willen eigenlijk wel heel graag door. En kan jij dan niet wat regelen? Nou, toen heb ik uiteindelijk met Albert de Jong eigenlijk nog weer een ploegje opgezet. Waarin ook de jongste Bartje Holwerf. Nou, eigenlijk een van de grote kandidaten om volgend jaar Olympische Spelen Maastricht te winnen. Er ook bij ons, zijn broer had bij mij gezeten, maar die was inmiddels uitgevlogen. En met die 3 jongens ben ik toen eigenlijk weer begonnen. Eigenlijk een soort opleidingsploeg met Bartje, eigenlijk echt als opleiding. En dat is eigenlijk gegroeid tot nu. Ik elk jaar zeg maar ongeveer 6 jongens heb van 17 tot 1, 22 die ik opleid om naar de top te gaan. En inmiddels de laatste 2 jaar zijn die jongens van Holwerf weer terug in de basis. Omdat ze vastliepen bij de topploegen technisch of om een andere redenen. En dan vroegen ze aan mij van, joh Henk, wil jij ons nog weer begeleiden? Henk, dus, nu is Jan-Willem Jongebreu van Ormer ICT is zelf schaatser. Jullie hebben ook met een aantal collega's, ook zijn collega Lara van der Heijden was erbij, hebben de Wijzenzee geschaatst. Ja. Is het nou zo'n sponsorschap gebaseerd op toch persoonlijke voorkeuren van mensen? Of zit daar, zover je weet, ook echt een zakelijke afweging achter? Nou, als jij Jan-Willem een beetje kent, is hij ook absoluut zakelijk daarin. Mm-hmm. En daar kijkt hij ook absoluut naar. En ik vind dat ook zo hoort te zijn. Mm-hmm. Kijk, en als je dan daarnaast met een sponsor een persoonlijke relatie krijgt, is dat prima. Maar het is helemaal niet zo als Jan Willem volgend jaar zegt, Henk, zakelijk moet ik ermee stoppen of ga ik wat anders doen, is dat prima.
Maar dat wil niet zeggen dat ik dan niet met Jan Willem elke week weer in Rotterdam een uurtje ga schaatsen. Wat kost zo'n ploeg bij benadering? Wat is jullie begroting? Ja, wij hebben ongeveer een begroting. Maar kijk, het punt is, je hebt natuurlijk het financiële plaatje wat ons betreft. En je hebt daarna natuurlijk de kleding en de reizenverblijfkosten. En wij hebben dan het geluk dat wij met Van der Valk een geweldig mooie partner hebben. Die eigenlijk al onze overnachtingen in Nederland faciliteert. Mm-hmm. En daarnaast heb ik met Agu ook een hele mooi partnerschap. Dus uiteindelijk als je totale dingetjes zet, praat je toch over een modaal salaris, zeg maar, wat er in zo'n ploeg omgaat. Mm-hmm. En dat zijn allemaal jongens, ja, dat is opleiding. Maar die jongens krijgen er ook niks voor, maar dat kost ook relatief fijn. Mm-hmm. En wat ben je daar goed en geroutineerd in geworden? Om al die namen te noemen die ook op dat shirt staan, dat is ook een ontwikkeling die je dan zelf door moet maken, denk ik. Ja, maar goed, dat heeft ook altijd wel een beetje in mij gezeten. Ik bedoel, ik had mijn derde schaatsjaar had ik al een eigen schaatsploeg. Ik heb het eerste jaar bij een modale sponsor gezeten, won ik twee wedstrijden. Toen reed ik bij Sibrand voor best een goed salaris. En ik zat toen bij evenementen in de ploeg, bij Piet Klein in de ploeg, bij Lambert Huytema in de ploeg. En toen dacht ik echt van, nou jongens, nou ga ik wat leren. Hè? Mm-hmm. En nou zit je bij de mannen van Nederland. Ja, maar ik leerde helemaal niks. Nee, want ze wilden mij natuurlijk niks leren. Want ze hadden lang in de gaten van, maar zo werkt het. In een individuele sport werkt dat zo. Ja, dat is dus zo. Dus ik was aan het eind van het jaar, was ik daar wel klaar mee. En toen ben ik nog weer een jaar teruggegaan naar mijn eerste sponsor. Nou, en toen kwam er een klein beetje de klat in het marathon schaatsen. Toen ging die budget er nog verder. Nou, ja, ik denk, maar ja, als ik voor dat, met alle respect, kleine bedragje nog rond moet rijden, dan kan ik het zelf ook wel. Mm-hmm. Dan heb ik eigenlijk binnen mijn ik zit woon vlakbij Alphen aan den Rijn, binnen mijn Alphens netwerk heb ik een aantal sponsoren, een vijftal sponsoren gevonden die een ploegje op wilden zetten. Nou, dat heb ik gedaan samen met Rick van der Hoorn. Dat was zoon van een van de vijf winnaars van 54, zeg maar. En dat hebben we opgezet. En eigenlijk uit wat heette toen de Alphense Schaatsvrienden. Daar is uiteindelijk een hele grote, breed pallet aan sponsoren uit ontstaan. We hebben de Kokomon-ploeg gehad, we hebben de BP-ploeg gehad. Van Wees heb je het nog gedaan, noem het allemaal. Het is allemaal ploegen die ontsproten eigenlijk uit de ASV. Ja. Ik ben 1 jaar gebleven uiteindelijk en toen mijn netwerk VSP terechtgekomen. Oh ja, ontsproten voor een spruitje. Ja, echt een grote. Ja, dus noem je dat ook gelijk weer even. Dus wat ik maar aan wil halen, ik heb altijd wel dat wel in gehad om... in mij gehad om sponsoren in de sport te halen en ook die er wat voor terug te geven. Dat is denk ik wel het allerbelangrijkste. Hoe gaat het marathon schaatsseizoen eruit zien in coronatijden? Ja, met tijdslot. De rijders mogen 3 kwartier van tevoren aanwezig zijn en dan na de wedstrijd direct van het ijs af. 20 minuten na de wedstrijd moeten ze het ijs verlaten of de ijshal verlaten hebben. Ze mogen 1 begeleider meenemen die dan pas de laatste of 20 minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig moet zijn. Mm-hmm. Dus ja, daar gaat best wel heel wat gaan. Het echt anders allemaal. Ja, echt anders. Ja. Gedoe, hè? Is een vraag van Hans die ik heel interessant vind. Als ik ging schaatsen, dan voelde dat ijs als van ja, ik hoor hier eigenlijk niet te zijn. Niet prettig te anders dat je een bal trapt. Jij bent een soort van één met dat ijs geworden in de loop van de tijd. En nou vraagt Hans, wat voor gevoel is dat eigenlijk? Ja, ik denk dat het de vrijheid. Ik bedoel, en het mooie is, het is natuurlijk een hele bijzondere beweging. Ik bedoel, je zet opzij af en je gaat naar voren. Dat is al iets wat je... Ja, nee, maar dat is voor je... Het klinkt natuurlijk heel simpel, maar dat is voor je hersenen wel een bepaalde trigger, zeg maar. En het is natuurlijk het is uiteindelijk gewoon een technische sport. En dat is ook waar ik heel erg voor bezig ben, ook met mijn jeugd, met mijn jonge reis. Ik zeg, leer nou eerst gewoon heel goed schaatsen. Ik zeg, want als je heel goed kan schaatsen, ik zeg, en daarna, kijk, trainen kan iedereen. Ik bedoel, dat vindt iedereen leuk om keihard op die fietsen zitten en keihard te rammen. Dat vindt ze allemaal. Maar technisch leren schaatsen is zo moeilijk en er gaat zoveel energie en zoveel tijd in zitten. Maar als je dat 1 keer kunt, dan lach je iedereen uit. Ik bedoel, ik rij nu nog met mijn jongens mee. Ondanks dat ik een conditie van 0 heb, als ik de ijs op sta, kijk, ik kan maar 2 rondjes, maar technisch kan je mij er niet uithalen. Ik ga zitten en ik rij weg. Omdat ik dat gewoon mezelf gewoon aangeleerd heb. Dat is gewoon, dat vind ik het mooie van schaatsen. Je noemt een paar keer de Wysen Zee. Ook in de context van Orme ICT, hoe groot is de Wysen Zee eigenlijk voor Nederland? Voor de Nederlandse marathonschaatsen is dat wel heel erg groot. Ik bedoel, dus daar rijden elk jaar tussen de 4.000 en de 5.000 toerrijders, zeg maar, in die 4 toertochten die er zijn. En misschien nog wel meer. En daarnaast gaan er natuurlijk heel veel aanhang mee. Dus je moet toch denken dat er elk jaar toch wel 10.000 Nederlanders richting de Wijsje vertrekken. En dat heeft natuurlijk een enorme uitgangsboord. Nee, ik wist dat het heel groot was, maar niet de exacte grootte kende ik niet. Nee. Het is echt gigantisch groot. Het dorp dat...
Ik kom er al meer dan 25 jaar. Ik heb daar het dorp gewoon zien groeien, toch wel mede door de wintersport schaatsen, zeg maar. Ja. En dan ben je gewend om toppers te begeleiden. Begeleid je dan ook relaties van Ormer die als amateur die wedstrijd willen rijden? Weliswaar op de achtergrond. Ik kan natuurlijk ook niet alles. Maar dat vind ik het mooie. En dat is ook iets wat de jonge jongens bij ons in de ploeg leren. Ik bedoel, Ormer is sponsor, Paul en Paul is sponsor, No Sure. Maar ik zeg ook tegen de jongens, die moeten ze ook wel teruggeven. Dus ze hebben bijvoorbeeld elke maandagavond krijgen die club, sponsorclub of relaties die dus naar de Wijsje gaan, die de Wijsje Challenge doen. Die krijgen training in Den Haag. En dan is een van die jongens is daarbij aanwezig. Nou, en dat doen ze netjes zelf met toolbeurt, zodat er elke maandag iemand is. En dan leren ze ook weer omgaan met de sponsors. En ander leren schaatsen. Dat hele pallet probeer ik ze ook bij te brengen. Van jongens, mee luisteren. Ook dat is uiteindelijk onderdeel van een stukje profsport. Zijn we nog iets vergeten te vragen? Of heb jij nog iets waarvan je zegt, het is niet aan de orde gekomen, maar ik wil het nog wel kwijt? Nee, ik denk dat we een mooi verhaal gehad hebben. Je zou deze week die ploeg presenteren. Donderdag op het kantoor voor Ormer. Ga je dat nu online doen? Ga je dat anders doen? Weet je dat? Nee, we hebben in principe gezegd dat we dat maar niet doen. Want ja, weet je, het is met die coronatijd allemaal heel erg lastig. En je zou het eventueel wel een soort online sachet kunnen geven. Maar daar moeten we nog even over nadenken. Maar misschien dat we wel iets doen van de week als wij in La Warde op trainingskamp zitten. Ja. Er komt de slotvraag van Gijs. Jij zegt net, die Elfstedentocht die komt nog wel een keer. Maar ben jij geestelijk gezien nu klaar om die titel af te staan? Ja, absoluut. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Nee. Kijk, ten eerste zal ik de eerste 24 jaar niet ingehaald worden. Dus dan ben ik inmiddels al tegen de 80, zullen we zeggen. Dus recordhouden zal ik altijd blijven. Zolang ik denk ik rondloop, zal ik dat blijven. En ja, weet je, het is Elfsteden winnen blijf je gewoon echt voor de rest van je leven. Het is geen Olympische titel die je eigenlijk met alle respect kwijtraakt. En er zijn er natuurlijk ontzettend veel voor. Elfstedentocht, er zijn nog 3 levende Elfstedenwinnaars in de hele wereld. En dat maakt het wel heel erg bijzonder. Dan tot slot, uit mijn eigen nieuwsgierigheid, nog één vraag. Terug naar dat fragment wat we net hebben gezien bij die finish. Is er nou in die hele sprint nooit een moment geweest dat je hebt gedacht, ik red het niet? Nee, want dan ga je achterom kijken en dat is dodelijk. Daar krijg je echt kippenvel van, jongen. Maar dat is ook een soort levenswijsheid. Ja, uiteindelijk ja. Kijk je in het gewone leven ook weinig of niet achterom? Nee, tijd gaat alleen maar vooruit. Tijd gaat niet terug. Ik bedoel, je zit nu in de coronatijd en heel veel mensen die verlangen naar weer terug naar de tijd voor corona, maar die komt niet meer. Mm-hmm. Tijd gaat vooruit. Ik heb altijd geleerd, de hand aan de ploeg en de blik vooruit. En dat is de enige manier waarop je door kan gaan in het leven. Je zegt heel vaak terugkijkend op gebeurtenissen in je leven, nou, dat dubbeltje had net de andere kant op kunnen vallen. Als ik het zie, denk ik na 200 kilometer zo'n stuk of wat was het? Ja. Dan denk ik, nou, dat had net zo goed niet kunnen gebeuren. En jij leert ons nu, nee, ik wist gewoon al toen we die sprint aangingen. Ja, maar dat wist ik 110 kilometer van tevoren al. Ik wist bij Bart Leem al dat ik hem ging winnen. En dat klinkt heel arrogant, maar ik had gewoon een topdag. En ik wist gewoon, dit gaat gewoon niet mis vandaag. En ik denk ook dat je die zelfverzekerdheid ook wel moet hebben in zo'n koers. Want als je in zo'n koers gaat twijfelen en gaat nadenken, ja, dan ben je verloren. Ja. Mag ik dan nog een vraag aan je stellen? Ik heb van de week 2 keer naar Kiki Betten zitten kijken. Ja. Vrijdag was ze echt weergaloos goed op Roland Garros. Ja. En van de week, je zag het aan de hoofd, de wind was, het waaide te hard, het was koud, had pijn in de handen. En dan zegt ze na afloop, wat ik snap als mens, er is meer dan tennis. Ja. Maar ik denk ook, dat is een stopsporter een dodelijke opmerking. Klopt. Dat is ja, maar zo. Die is ochtends wakker geworden. Dan is het toch klaar? Dan weet je ja, dat nee, maar die is waarschijnlijk ochtends wakker geworden. Die heeft uit de camera aangekeken en denkt, oh shit, het is slecht weer. Ja, als je kijkt in je camera, denk je, oh jongens, een beetje wind vandaag, een beetje regen. Ja, veel zuurstof in de lucht, ja. Ja, dat is de mindset. En dat is uiteindelijk het verschil tussen die topper en niet. Ik bedoel, kijk naar het voetballen. Ik bedoel, we hebben weergeloze voetballers in Nederland. En die, als op het moment dat ze op dat doel moeten schieten, dan schieten ze altijd over en dan gaan ze nadenken. Ja, dat moet een automatisme zijn. En degene die op automatisme draaien en daar niet eigenlijk over nadenken. En vooral niet bezig zijn over de gevolgen van. Want dat is natuurlijk het verhaal. Men gaat nadenken over de gevolgen van. Als ik het doelpunt wel maak, ben ik de held van Nederland. Of de held van Feyenoord, of maakt niet uit. En als ik hem mis, ben ik een loser. Ja, daar moet je helemaal niet over nadenken. De dinsdag waarop wij een levensles van Henk Angernent kregen. Bedankt. Ik vond het echt fijn dat je er was. Graag gedaan.
Dat geldt voor jou natuurlijk, ja, ook. Tuurlijk. Maar wij zien elkaar donderdag weer. En wij zien elkaar donderdag ook weer. Want dan zijn we om 12 uur weer live met de lunchbreak. Je was een fantastisch publiek. Dag. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, Eurotrade, VLS, Citybril, Citylens en Jax.nl.